spreken over het aanleggen van de tuin, dan denken we al snel aan zaaien en planten. Maar meestal komt er toch veel meer bij kijken. Zoals hier in deze grote tuin in Hamond-Achel, vlakbij de grens met Nederland. Ja, maar ik zei het al, het is een grote tuin, maar als je zo eens rondkijkt, vooral een ideale ruimte om iets heel moois van te maken. Hè? Ja, nu vergis je wel niet hoor, de tuin lijkt nog groter dan hij in werkelijkheid is, want hij is nu slechts hè, 30 meter op 50 meter lang. Maar hij lijkt eigenlijk veel groter, want je hebt hier natuurlijk ook dat uitzicht op die landerij, op die weide. En vergis je niet, maar hier achter die bomen, dit hoort niet meer bij de tuin. Dat is een ander bouwperceel. Dat wacht dus eigenlijk op een nieuwe eigenaar, op een nieuwe woning. Ja, daar is het wachten op de koper en hier is het wachten op de beplanting, want de grondbewerking die is ondertussen al zo goed als klaar. Hè? De tuinaannemer is al flink met grond verzet en ook met grond werkend bezig geweest. Hè. Hij is eigenlijk bezig hier nu met alle nodige voorbereidselen om hier, ja, vroeger zou je gezegd hebben voor het zaaien van gazon. Maar dat is een beetje uit de mode aan het geraken. Dat is uit de tijd. We mengen tegenwoordig het gras met microklavertjes of ook met heuse kruiden, klavers, brunellen en andere bloeiende kruiden. Plantjes die extra kleur in het groen kunnen brengen, maar tegelijk ook heel zinvol zijn voor biodiversiteit, voor insecten en voor heel veel tuinvogels. En die eigenlijk ook wel kort kunnen gemaaid worden, die dus echt ook wel geschikt zijn om als groentapijt door het leven te gaan. Maar hier wordt dan eigenlijk nog eens gespeeld met die maaihoogte, want hier vooraan bij de woning, daar wordt dat kruidentapijt laag gehouden en hier achteraan in de overgang naar de weide, daar wordt het hoger gelaten, daar wordt het maar eens per jaar gemaakt, daar gaat het dus echt ook wel kniehoog groeien, nog boeiender voor biodiversiteit. En er gaan dan toch nog wel paadjes doorgemaaid worden, zodat de bewoners er toch nog altijd wel door kunnen wandelen, ja, en echt ten volle genieten ook van die kleuren die hier zijn. En er komt nog veel meer bij. Er staan al enkele bomen, komen nog bomen bij en nog veel struiken. Hè? Nog zonder meer, hè, want ja, daar, de tuin moet echt nog wel aangekleed worden. Maar je ziet daar bijvoorbeeld bij wat later die vuurplek moet worden, staat nu eigenlijk al, ja, staan al flink wat olijfwilligen klaar, liachnus, te wachten om geplant te worden. Die gaan er eigenlijk als een coulis rond die plek geplant worden, zodat je daar niet open en bloot zit, maar dat je echt ook wel rugdekking krijgt, dat het daar aangenaam zitten is. Momenten dat het vuur brandt, maar ook dat het vuur niet brandt natuurlijk. Ja, en ik kan me voorstellen dat ook naar de volgende woning daar, dat daar schermen komen om het zicht een beetje weg te nemen. Al is dat in dit geval minder belangrijk eigenlijk. Hè? Ja, want de buren zijn eigenlijk ook de ouders van een van de bewoners van deze woning. En dus daardoor ook wel de grootouders van de kinderen die hier wonen. En er gaat dus flink ook wel wat over en weer gestapt worden tussen de twee tuinen, tussen de twee woningen. Zeker omdat daar ook een zwembad is. Zonder meer ook. Maar grootouders doen meer dan alleen maar het zwembad hebben. Die verwennen de kleinkinderen ook altijd. Dus gegarandeerd dat er flink over en weer gaat gestapt worden. En vandaar dat er doorgangen blijven, maar er komt toch wel een schermbeplanting. Ook mee op die heuvels, zodat er toch ook wel hier opnieuw zichtschermen zijn, zodat elke woning, elke tuin, toch wel ook zijn eigen privacy houdt. Het gebeurt wel vaker dat er tijdens het werk ineens een onvoorzien probleem opduikt. En dan, Mark, is het kwestie van zoeken naar een oplossing. Dat was hier bijvoorbeeld ook zo. Ja, absoluut niet tuingerelateerd, hè? Want ja, kijk, bij de woning was ineens eigenlijk in die kelderverdieping was een hobbyruimte voorzien. En de architect wilde daar toch wel graag daglicht laten binnenkomen. Logisch natuurlijk. Ja, en dan was natuurlijk de oplossing hier die muur bouwen. En dan zou daar van onder een hele mooie groenruimte kunnen komen. Alleen waar hij niet aan had gedacht was dat het grondwater toch wel eens af en toe extreem hoog kon komen. Het werd dus veel meer een vijver dan een groenzone. En wat heeft Koen Cox, de tuinaannemer, dan gedaan? Hij heeft daar eigenlijk een drainering in gestopt die
uitmondt daar in een put, van waaruit het water met een dompelpomp opgepompt wordt naar een reservoir en van daaruit dan later opnieuw kan gebruikt worden in de tuin. Ja, er zijn nog wel van die onvoorziene dingen opgedoken, hè? Ja, en zoals wel vaker in tuinen bij een nieuwbouwwoning, maar ook bij een verbouwing, dat is het opvangen van het hoogteverschil tussen de afgewerkte vloer in huis en het niveau van de tuin of het terras. Dat was ook hier het geval. Ja, en ja, in plaats van dat zomaar lomp en stijf te maken, heeft Koen eigenlijk een beetje gespeeld met betonelementen, zodat het en tegelijk trap en een mooi geheel, een speels geheel is, maar tegelijk ook wel een zitgelegenheid. Ja, dat is dan het enige beton vlakbij de woning, want voor de rest is hier niet meer veel verharding te verwachten. Hè? Nee, er komt geen verharding meer. En toch komt er een tuinpad, hè? Maar dan eigenlijk wel volgens de sponstuingedachte die tuinaannemers meer en meer aankleven en promoten en echt het regenwater maximaal de kans geven om in de grond te infiltreren, ten goede van de plant en natuurlijk ook als reserve voor het grondwater. Maar er komt hier dus wel een tuinpad. Hè? Een tuinpad, een houten tuinpad, een knekelpad zoals het dan ook zo mooi heet, dat daar vertrekt op de hoek van het terras en dan eigenlijk zich ontwikkelt bijna als een brug over het gras en het groentapijt heen, om uiteindelijk als een bank te eindigen rond de vuurplek. Hier in de voortuin is natuurlijk een heel ander verhaal. Hier moet je bij de deur geraken. Dus met andere woorden, hier komt behoorlijk wat verharding. Ja, en er is zelfs ook nog een parking voorzien. Nu, het komt er eigenlijk op neer dat de helft van de hele voortuinoppervlakte toch wel steen gaat worden. En omdat er toch wel zoveel is, heeft Koen Cox eigenlijk de eigenaars aanbevolen om niet te gaan voor een gesloten, waterdichte verharding, maar te gaan voor een waterdoorlatende verharding. Te gaan voor half verharding. En vandaar op eigenlijk dat ruwe puin dat er ligt, steenpuin, gemalen bouwafval, die dus waterdoorlatend is, dat er eigenlijk alleen maar een laagje keitjes gaat opkomen. Meer dan voldoende om een auto op te parkeren of naar die voordeur te gaan. Er is maar één stukje echt gesloten verharding en dat is een stukje kasseien dat men daar nu aan het leggen is. Ja, en dat is eigenlijk die overgangsstrook tussen weg en privégedeelte. En het water dat daarop terechtkomt, watert af richting weggoot. Ja, en er zijn nog meer stenen, want dit vind ik wel een opvallend element, dat zijn die twee muurtjes hier. Hè? Die de tuinaannemer ook gebouwd heeft. Eigenlijk om het overschot aan gevelstenen weg te werken, want dat wilden de eigenaars toch wel zo graag. Ja, en de eigenaars vroegen van tuinaannemer, wat kan je daar eigenlijk mee doen? En Koen zag eigenlijk een oplossing in deze muur, want die vormen dan eigenlijk een scherm waar later de schuifpoort die voorzien is hier aan de oprit, waar die achter kan wegschuiven. Nu, het had natuurlijk ook wel in het groen gekund met een heg of met een groenmassief, maar voor ons in deze reportage, het laat eigenlijk ook wel weer zien dat een tuinaannemer werkelijk alles kan. En dat hij eigenlijk ook daarvoor echt een veelheid aan disciplines in zijn eigen personeel heeft. En als hij dan toch eens een techniek heeft die hij zelf niet kan uitvoeren, dan kan hij altijd wel het beroep doen op een collega tuinaannemer met weer andere specialiteiten. En het staat hem daardoor zelfs toe om op meerdere werven tegelijk bezig te zijn. Een bezige bij dus, die Koen. Even kijken wat hij uitspookt op de derde verdieping van een industrieel gebouw in Lommel. Koen, dit is een heel ander project dan Hamond Achel. We staan hier midden in het industrieterrein, 3 hoog, op een daktuin. Klopt. We zijn nu in Lommel, op industrieterrein Kristalpark. Bij familie Der Dalen hebben we de opdracht gekregen voor een exclusieve daktuin te maken op 3 hoog. Ja, zijn jullie volop mee bezig nu? Bij zo'n daktuin komen wel heel veel speciale materialen te passen. Klopt, om te beginnen al het verticale transport van materiaal naar boven te krijgen, wat zeker niet evident is. Het gewicht is een belangrijke rol. Je moet kijken een beetje waar de vierkante meter berekend is in tonnage. En hoe ziet dat hier? Hier zitten we ongeveer op een ton de vierkante meter waar het een draagkracht mag hebben. Wat heel veel is, hè? Dat is uitzonderlijk veel, ja. Want zo'n boom alleen, kan ik me voorstellen, weegt al behoorlijk wat.
Deze boom die weegt 1,6 ton, 1,7 ton. Mm-hmm. En ja, dat is een monument op zich. Planten van 50 jaar en meer, zo'n osmantus. Ja. Welke speciale materialen gebruiken jullie hier allemaal? We letten vooral naar het water doorlatende. Hè. Dus de onderbasis moet goed zijn. En met een drainagemat, hè, daarbovenop komt dan een drainbase, dat is dit materiaal. Waardoor dat je in staat zit voor het water via een goede manier naar de voorziene kanalen te leiden. Mm-hmm. Daarop de stabiliteit en de vilthoek die de druk verdeelt. En daarop gebruiken we dan lava in verschillende gradaties. Die wij zowel met bemesting in als onderbouwers van klinkers en kunstgras gebruiken. Is dat iets al af zijn? Vraagt nog veel onderhoud? De bedoeling, dat was ook een opdracht van een opdrachtgever, onderhoudsarm. Ja, onderhoudsarm, je kunt het onderhoudsarm maken, maar volledig onderhoudsvrij is het nooit niet. En hoe dikwijls moet je daarvoor langskomen, denk je? Ik schat, als je dat gewoon op frequente basis doet, één keer in de maand een check-up doen, een controle en de details wat bijwerken, dat dat wel voldoende moet zijn. Dat onderhoud laten we graag aan onze tuinieren over. Wij op zoek naar de specialist van dienst. En het was in deze omgeving niet ver zoeken naar Bart Verelst, die alles weet over het mooie vak van tuinman. Bart, we zitten hier in een heel mooie omgeving eigenlijk, een prairietuin. En dan zeker als je weet dat we hier midden in het industrieterrein zitten. Ja, inderdaad, het midden van een industrieterrein. Het moet een zalige werkplek zijn voor de werknemers hier om dadelijk op zo'n prachtige tuin te mogen uitkijken. Wat anders heel saai industrieterrein zouden zijn, is nu zeer mooi, zeer weelderig aangelegd. Bovendien eigenlijk perfect onderhouden. We zitten in een prachtige omgeving. Ja, nu, dat is weer eens een nieuw project. We hebben gezien in de voorbije reportages dat de tuinaannemer heel wat meer moet doen dan eigenlijk alleen puur tuin, hè? We zien dat nu vandaag de dag wel vaker, dat er een beetje meer geïnvesteerd wordt in de esthetiek en in de ontwikkeling van de tuinen rond industrieterreinen. Vandaag de dag zijn tuinaannemers heel gespecialiseerde bedrijven die eigenlijk een totaalpakket uitvoeren, waarbij zij ook vaak beroep moeten doen op gespecialiseerde partners. Ja, ik kan mij voorstellen dat je als tuinaannemer ook niet al die disciplines kunt kennen als specialist, hè? Dat klopt. Vandaar dat de meeste tuinfirma's een beroep doen op partners die gespecialiseerd zijn in de werken die zij zelf minder goed kunnen of minder vaak uitvoeren. Dat kunnen afsluitingswerken zijn, bestratingswerken, grondwerken, maar zij verdelen de opdrachten onder mensen die echt gespecialiseerd zijn. Nu, je kunt dan wel beroep doen op een aantal specialisten, maar ik kan mij anderzijds ook voorstellen dat je toch zelf ook moet blijven bijscholen. Hè? Ja, we zien een wederzijdse evolutie. In eerste instantie zijn het de tuinaannemers zelf die zich gaan bijscholen en op de hoogte moeten blijven van alle actuele trends. Daar zitten we onder andere bij die ontharding, bij een goede waterhuishouding. Anderzijds zien we ook dat de partners op zich gaan specialiseren in buitenwerken, buitenschijnwerk, buiten loodgieterij. Dus we krijgen eigenlijk een wisselwerking tussen specialisten en de tuinaannemer. Als we nu even in de toekomst kijken, hoe zie jij de job van tuinaannemer verder evolueren? Het is een sector met een enorme mooie toekomst. We zien heel veel evoluties. We zien dat de natuur terug de voorkeur krijgt. We zien dat de tuinaannemers eigenlijk... Ja, het is duidelijk, ze hebben allemaal heel veel werk. Er is nog enorm veel werk in de richting van waterhuishouding, biodiversiteit. Eigenlijk is het een job, een sector met een eindeloze toekomst, maar dan met de mooiste perspectieven erin. Enthousiaste bedenkingen van iemand die het kan weten. Laten wij het dan nu ook maar even groot zien. Op naar een ander stukje Limburg. Nou ja, stukje... We zijn in de Limburgse gemeente Pelt en we bezoeken hier een grote tuin. Een grootmark mogen we letterlijk nemen. Totale oppervlakte zo'n 7000 vierkante meter. Een echte landschapstuin, hè? Ja, waarbij landschap zo nogthans niet staat op de oppervlakte van de tuin. En ook niet op het gelinkt zijn aan een ruimer landschap. Want je ziet het, die tuin die is helemaal ingekapseld. Hè? Het slaat eigenlijk op de vormgeving. Alle
planten die hier staan, staan eigenlijk gegroepeerd in organische vormen. Ja, nu is het wel belangrijk om erbij te vermelden dat deze tuin in oorsprong al 35 jaar oud is. Hè? Ja, en daarmee dateert vanuit de tijd dat tuinaannemers zo echt wel waren voorbehouden aan, laten we zeggen, de happy few. En ja, bij villa's zoals deze, hè, groot. Hè? Ja, nu ondertussen is die situatie wel veranderd. Er wordt alsmaar meer, alsmaar vaker beroep gedaan op professionele hulp, ook bij tuinaanleg. Ja, zonder meer. Iedereen kan het zich eigenlijk permitteren. Hè. En voeg daarbij dat ja, bij iedereen de zin naar tuinbezit en vooral ook naar tuin genieten ja, veel sterker is geworden. En zelfs zo, we stellen tuinplannen niet meer uit totdat we gepensioneerd zijn, maar we willen zo snel als mogelijk van een tuin genieten. En we zijn nog maar aan het bouwen of aan het verbouwen. En we contacteren eigenlijk al een tuinaannemer, want we willen die tuin al wel klaar hebben op het moment dat men gaat inwonen. Ja, dat is natuurlijk heel verstandig, want hoe sneller je eraan begint, hoe sneller je kunt genieten van volwassen planten, want die hebben hun tijd nodig. Hè? Je kan nogthans wel beginnen met volwassen planten, hoor. Dan wordt het wel een pak duurder. Heel wat duurder. En uiteindelijk, hè, beginnen met jonge planten, met kleinere planten. Zorg ervoor dat die planten zich veel gemakkelijker kunnen inwortelen in de grond, zich eigenlijk een beetje aanpassen aan de grond. En als ze dan aan het groeien gaan, dan nestelen ze zich zodanig in elkaar dat ze echt hele mooie grote gehelen gaan vormen. Ja, we hebben al gezegd, de tuin is 35 jaar oud, maar moeten we een beetje relativeren. 10 jaar geleden is hier een grondige aanpak gebeurd. Hè? Ja, toen is Koen Cox als tuinaannemer gevraagd om de tuin aan te passen aan de ja, zeg maar, nieuwe smaken en voorkeuren van de eigenaars. En heeft eigenlijk toen ook heel wel wat meer kleur en structuur bijgekregen, maar wel natuurlijk met respect voor voornamelijk ook de bomen en de andere belangrijke elementen die er waren van de oorspronkelijke tuin. Ja, nu dat was een eenmalige ingreep, maar als je rondkijkt, hier is natuurlijk heel veel regelmatig onderhoud nodig. Dus ik kan me voorstellen dat de tuinaannemer zijn handen vol heeft. Hij mag enkele keren per jaar langskomen om het grote onderhoud te doen. Hè. Ja, en dan wordt er niet alleen groot onderhoud gedaan. Ja, kijk naar de hagen, kijk naar die taxushaag. Die moet het eigenlijk toch wel hebben van zijn strakke vorm, samen met al die vormen die erbij horen. Dus die wordt 2 tot 3 keer per jaar geschoren. En als die mannen dan hier zijn, ja, dan wordt eigenlijk ook wat ander snoeiwerk gedaan natuurlijk. Ja, en niet alleen snoeiwerk zie ik. Hij heeft ook een aantal planten verjongd, zoals hier bijvoorbeeld. Hè. Ja, die rhododendrongroep. Hè. Nu rhododendrons, je weet het, ja, die worden 5 tot 6 meter hoog en dat waren hier dus ook zeer indrukwekkende massieven, maar eigenlijk ook wel weer te groot voor ja, het zicht dat men toch ook wel wil houden in deze tuin. En wat heeft de tuinaannemer gedaan? Heeft ze eigenlijk drastisch verjongd, zoals het heet, hè? Heeft ze teruggesnoeid tot op het dikke hout. Ja, en je ziet het, die rhododendron die heeft zich schitterend herpakt, want die heeft al opnieuw hele mooie, krachtige, jonge scheuten. Ja, nu dat is een heel mooie techniek, maar je moet natuurlijk wel weten waar je mee bezig bent. Hè? Dat is niet geschikt voor alle planten. Ja, vandaar dat je er beter zelf niet aan begint en dat je de tuinaannemer laat doen, want die weet bij welke planten het wel of niet kan. Hè. Het kan bijvoorbeeld niet bij alle haagplanten, hè, want denk dan aan alle naalbomen en coniferen. Wel, die verdragen het zeer slecht. Eén uitzondering, de taxus. Hè. Taxus, de venijnboom, die je wel heel drastisch mag terugsnoeien. Zelfs ook weer tot op heel dik, zelfs kaal hout. En daar komen wel nieuwe scheuten aan. En dat is hier bijvoorbeeld ook met deze haag enkele jaren geleden gebeurd. Die is eigenlijk totaal verjongd geworden. Ja, en je ziet het, er is niks meer aan te zien. Hè? Moet toch gezegd, met zo'n oppervlakte is dit de ideale tuin om hier rond te wandelen en ja, volop te genieten. Hè? En rond te kijken ook, hè, want ja, terwijl dat je wandelt, krijg je vanop elke plek een totaal andere zicht weer op de tuin. En soms is dat heel verrassend. Hè? En maar het meest algemene zicht op de tuin heb je eigenlijk van hier op het terras, of moeten we zeggen de terrassen, krijg je het meest algemene zicht op de tuin natuurlijk. Hè? Het mooie grote geheel, het werkt eigenlijk als een kleurig schilderij. Hè? Ja, en overal in dat schilderij zie je dat kader van hagen. Hè? Hier bijvoorbeeld, bij het grote terras is de haag wat lager gehouden, zodanig dat je dan veel
veel beter zicht op de vijver krijgt. Die hier heel charmant ligt en logisch ook op het laagste punt van de tuin. Nu, laat ons niet vergissen, eigenlijk van nature uit is dit gewoon een vlak landschap. Hè? Maar de tuinaannemer heeft die vijver, heeft de tuin zodanig geconcepteerd dat dat hier inderdaad die grote logische vijver is. En heeft dat dan eigenlijk ook nog aangevuld met, ja kijk, het gazon dat er zo mooi naartoe helpt. En dan ook nog wel ja, die planten, siergrassen, heesters, vaste planten die coulissen vormen. Waardoor je ook nog eens de indruk krijgt van, ik zie niet alles. Waardoor je er eigenlijk ook nog wel achter wilt gaan kijken. Dat moeten we zeker ook nog eens doen. Het is echt wel een beetje een speciaal gedeelte van de tuin. Een pergola, zoals je ze tegenwoordig eigenlijk bijna niet meer vindt. Hè. Ja, en niet alleen in het formaat, in deze lengte en breedte. En vooral die massieve staanders. Hè. Maar het past eigenlijk wel bij die woning natuurlijk. En laat ons toegeven, Gilles, we zijn eigenlijk op een fout moment hier om ten volle van die pergola te genieten. Hè. We zijn midden augustus, de tuin is op zijn mooiste, hè, op zijn groenste om het zo te zeggen. Maar voor die blauwe regen hadden we al in april moeten hier zijn. Hè. Want toen was hij overladen met blauwe bloemen. Ja. Wij zien nu nog een beetje nabloeien nu aan de buitenkant van de pergola. Hè. Maar in april was dit gewoon één blauwe massa aan bloemen. En de wandel hier door een tunnel van bloemen. Hè. Ja, nu, je zegt massa. Dat is niet alleen hier natuurlijk. Want als je kijkt in de tuin, alle planten die hier staan, staan in grote hoeveelheden. Is ook nodig natuurlijk. Is ook nodig, hè, want werk hier in deze tuin met mixed borders, zoals te zien zijn in de mooiste Britse tuinen, de knusse tuinen. Wel, dit had hier absoluut niet gewerkt, hè, want een veelheid aan kleur, een veelheid aan plantensoorten, ja, dat had hier gewerkt eigenlijk als een kleurboek, als een bont lappendeken. Hè. Deze tuin moet het hebben van zijn wijdheid, van zijn grootsheid. En vandaar die grote groepen. Kijk hier vooraan die hemelsteutel, hè, die sedum, maar daarachterin die hortensia groepen die hier staan. Die grote groepen die krijgen effect, die hebben indruk en die dragen eigenlijk bij tot de rust die deze tuin uitstralen. Ja, het is echt een park geworden en daar dragen die bomen ook toe bij natuurlijk. Bomen in verschillende soorten ook weer. Hè? Ja, en zowel inheemse boomsoorten als niet-inheemse boomsoorten. Of het nu gaat over een linde, of over een eik, een esdoorn. En bij de niet-inheemse, ja, de parotia, persica, persis, ijzerhout, maar eigenlijk ook een amberboom. En dan ook heel opvallend, met die hele grote stekels op, met die doornen eigenlijk op zijn stam, de gleditia of de christusdoorn. Hè? Nu, zij mogen eigenlijk allemaal hun eigen ding doen. Ze mogen groeien en hun eigen volume groeien. Een beetje in elkaar raken, maar ze mogen allemaal toch wel het beste van zichzelf geven. Waardoor dat de landschappelijkheid van de tuin nog benadrukt wordt. Ja, en die tuin nog veel meer de grandeur krijgt die hij eigenlijk verdient. En dat noemen ze eindigen in schoonheid. Deze reeks van Droom tot Tuin zit erop. En nu is het aan jou om je groene dromen waar te maken. Succes ermee en graag tot binnenkort.